Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van maandag 8 oktober. We gaan een mooie week tegemoet met veel zon en hoge temperaturen. Vandaag zijn er nog wel vrij veel wolkensluiers, maar de zon heeft er niet al te veel moeite mee. Dat betekent dat de temperatuur al aangenaam oploopt. Vanochtend is het zo'n 7 tot 9 graden. Vanmiddag stijgt het kwik naar zo'n 16 graden aan zee. En in het binnenland kan het 18 graden worden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden of zuidwesten. En het blijft de hele dag droog. Vanavond en vannacht zijn de brede opklaringen en als de zon ondergaat, dan ligt de temperatuur zo rond de 12 graden. In de nacht kan er lokaal nog een enkele misbank ontstaan en ligt de minimumtemperatuur in het binnenland rond de 4 graden. Morgen stralend weer. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 graden aan zee en 22 graden dieper landinwaarts. De wind waait nog steeds uit zuidelijke richtingen en is overwegend zwak tot matig. Woensdag doen we er nog een schepje bovenop. Het wordt aan 20 tot 24 graden, mogelijk in Limburg zelfs 25 graden. Ook dan is het stralend weer. Donderdag en vrijdag is er wat meer bewolking, maar het blijft erg zacht voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne maandag.